Hey Pulsies, welkom bij deze nieuwe video en dit keer met een game die voor mij dus echt nieuw is, Escape Simulator. Het is zeg maar escape rooms, waar je heen kan gaan en jezelf laat opsluiten in een kamer. En dan moet je allerlei puzzels oplossen om dan vervolgens te ontsnappen. Alleen dan dus als game. En het mooie aan deze game is, je kan het alleen doen, maar je kan het dus ook samen met andere spelers doen. En ik merk de laatste tijd dat ik multiplayer games ontzettend leuk vind om te doen. Dus ik heb Escape Simulator op stream gedaan. In deze video ga je de Chamber of the Dead kijken uit de Egypte-serie. En ik speel het samen met Hela Zena en Tony online. En laten we maar kijken hoe goed dat ons afging. Oh, Kamer van de Dood. Zeg, is wat anders dan Garden Pass, hè, Tony? Ja, het is heel anders. Ja, ik heb een hele mooie scroll gevonden en er zit een sleutel in. Dus ik heb een sleutel. Oh, oh. Oh, dat gaat branden als je er iets op zet. Oh god, ik snap niet eens het hele plaatje niet. Daarop misschien? Oh ja, dus de weegschaal. Oh. En die hier. Ja, kijk eens naar mijn stream, dan zie ik van die... Echt van die scrolls. Nou ja. Ja, ik heb... Kijk, die hoort daarbij. Oh, die heb je al, oké. Ik denk dat ik deze op een bepaalde volgorde neer moest zetten. Tony, kan jij deze opzetten? Wat is dit? Zet die op je hoofd. Doe maar, doe maar. Oké, okay, ik zie hier een kompas. Ik ga hem openen en dan ga ik hem proberen neer te leggen. Dan kunnen we in ieder geval kijken wat het noemt. Oh. Iets van een puzzel met een scarabee. Oh, er liggen hier heel veel scrollen. Ik ga ze allemaal openmaken. Crowbar. Ik wil hem gebruiken. Oh, ik wil hem gebruiken. Oh, wacht. Yes. Ik denk dat ik alles... Oh. Weer een token gevonden. Daar ben ik ook goed in. Je bedoelt, ik heb de token gevonden. Ik heb die scrolls gevonden. Moesten die niet hierin? Het is een leuke puzzel. Of moeten we deze bekijken? Oh god. Oh, dit is tekst natuurlijk. Oké. Oké, ik leg ze vier neer, daar kan iedereen erbij. Zo, die hebben we gevonden. Oké, volgende. Ja, ik zit hier de krat open te maken. Een vaas. Moet die smijten? Zit er iets in? Nee, er zit niks in. Oké, dan hoeft die niet gesmeten te worden. Onder in de kist liggen ballen voor in de weegschaal. Heb ik. Ik heb 3 ballen. Zo. Ik kan het niet laten, sorry. Ik zie ze ook. Zie je? Dat ja, klinkt ook heel raar, Kim. Kijk eens op zijn jasje. Oh ja. Je hebt er 4, Tony. Ah nee, 5, hè? Oh, die moet op zo'n... Die moeten we er meer vinden. Ja, daar zat hij op, eentje. Dus ik heb ze wel naar het midden geschoven. Oh, ik heb ze hierop geplaatst. Zo. Maar misschien moeten ze op een bepaalde volgorde. Ik zie daar ook iets. Oh, dit is zo vreselijk. Ha, token. Zit hier wat in? Oh, dat is de trashcan. Ik heb een brief. Hoe dan? Hoe dan? Ja, ik zit zo'n puzzel te doen, maar ik weet niet hoe ik hem... Nee, die probeerde ik toen net ook al. Ik denk dat je alles glimmend moet hebben. Ja. Ik heb voor mij de oplossing voor die potten in het midden.
The Lumsbeer Garden by Hapi, the baboon-headed god, representing the noord. Dus je moet naar het noorden. Er ligt een kompas ligt hier. Oh. Ik ga hem even in het midden leggen. Ik kom ja, ook noord. Niet uit. Dus dit moet... Dit moet... Oh, dat zijn de longen dan? Ja, die moet hier. Oh ja, ja tuurlijk Egypte. Dan zijn het natuurlijk allemaal die ingewanden. We kijken de maag naar het oosten. Daar. Waarschijnlijk is dit zo'n vreselijke puzzel waar je dan een keer ergens dubbel overheen moet. En ik zou niet weten hoe. Ja. Want als je heen en weer doet, dan gaat hij op een gegeven moment weer uit. Ja. Maar ik zag hem even zo. Oh, hier zit er nog eentje trouwens. Zitten er nog meer? Of is dat wat jij doet? Kijken. Of moet je dit dan namaken dan of zo? Ik weet niet wat jij ziet, hè? Ik zie nu alleen de puzzel. Nee, maar die sarcofagen die hier staan, zeg maar. Dus die houden precies zo'n puzzel omhoog. Zou je dat na moeten maken misschien? Oh, maak het nog erger. Dus niet dat alles brandt, maar alleen wat hun vast hebben. Dus een vierkantje eigenlijk. Oh, vierkantje links en een L rechts. Rechtsboven. En dan een L inderdaad aan de andere kant. Zo, denk ik. Ja, je kan met meerdere ishit. Er staat dat het spel... Kijken, nou ga ik het er even bij pakken, want ik weet het niet meer in mijn hoofd. Steam. Oh, ik heb hier een hart, eventueel Tony, als je die nodig hebt. Een hart? Een hart, ja. Een echte? Er staat, ja. Best ja. With two or three players, but playable with more. Dus het kan wel, Isje. Je kan met max 10 spelen zelfs. Ik ga die brief nog één keer lezen. De lungs were guarded by Hapi, die moet in het noorden. Die staan in het noorden, de longen. We zeggen deze... Oh, ja. Wacht, ik heb hem. Oh... Dit is het ding, toch? Hoe die wil hebben. Zeg, dat... Volgens mij wel. Dat is... Nee. The jackal-headed god. Representing the east. Hint. Oh, de jackal. Is dat die kop? Jakhals. Die moet ook een jakhalse kop zijn. De sleutel moet in de kist. Dat is de volgende stap. Heeft iemand een sleutel? Nee. Ja, ik heb een sleutel. Die mag in de kist. Staat hij daar met de sleutel? Waar is je, welke kist? Nou, bij je voeten waar misschien. Waar is de haak? Oh, sowieso dat ik een clip... Als jullie niet klippen, dan doe ik het zelf al wel naderhand. Ik wil mijn... Muntjes. Wijnen. Even kijken, de jackal... jackal moet op de... maag. We moeten nog meer van die hoofdjes hebben. Human-headed hoofd. Oh god, hier moeten we iets en mee. En valken. Valken moet op west, dat is deze. Die zit goed. En dit is een baboon-head. Misschien eronder hangen. Apenkopje. De human-headed god. Dat zal die apel zijn dan, lijkt mij. Oh jongens, ik ben niet echt slecht in. Want ik ben zo geweldig, hoor zeg. Moet op de aardappel. Dus die moet hierop. Dan moeten we nog meer van die hoofden zien te vinden. Oh. Wat staat hierop? Muntje, wat kan ik met dat muntje? Wil jij het muntje misschien hebben? Nee. Hebben we dingen om erin te gooien? Lukt het? Even kijken wat er gebeurt. Ik zie die twee kampsymbolen, zie ik. Die zie ik hier opstaan. Ja, ik heb hier zo dus ook een nieuwe foto. Met een kabbelend watertje.
voor wat er in die weegschaal moet. Maar ik zie ook niet echt dingen wat we in die weegschaal kunnen gooien. Ja, ik heb een water, een vogel en een slang. Oh ja, die staan erop, ja. Water, ik heb een kabbelende, ja. Oh. Vogel en een slang. En er staat op dat de vogel... De vogel moet links. Ja. En rechts moet dan iets met 5 streepjes. En met 1 streepje. Ik heb de vogel links nu. Oké. Ja, de vogel links. En die met 5 streepjes, die moet rechts. Ja. En eentje met 1 streepje. Oké, ja. En dan? Dat zou moeten zijn, denk ik, als het goed is. Ja, maar dus... Volgens deze. Oh. Ja, dat was ik. Dat is hem, denk ik. Maar wat gebeurt er dan? Dat is de vraag. Vrij weinig. Ik heb opeens... Oh, die moest daarop. Sorry. Vogel. Zal ik gewoon iets nog een bal in die linker gooien? Dat was wel mooi in het midden. Je hebt ook nog die rollen met die symbool. Oh ja. Ik weet alleen niet, we hebben dit keer geen boekje, dus ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Volgens mij staat er dus precies hetzelfde op. Dan leg ik er eentje terug. Of niet? Ik leg hem niet terug. Het is echt een tyfuszooi hebben we ervan gemaakt, hè? Ja, een beetje rommelig. Dat geeft niets. Even wat dingen in die prullenbak doen. Oh ja, dat kan. Wel een koevoet in. Kun je die nog nodig hebben? Hadden jullie die puzzels op deze poppen al gedaan, of niet? Ja, hè? Welke poppen? Deze. Nou, die hebben we proberen na te maken. Zeg maar linksonder hebben we hem nagemaakt, maar er gebeurde niks. Ja. En dan hebben we volgens mij deze nog hier. Als ik die even hier neerleg. Dat is een uilriviertje en een slang. Daar hebben we ook die ballen van. Ja. Waar is de timer? Nou, we gaan het weer niet redden. Ja, dat geeft niet. Even kijken nog. Maar ik ben gewoon benieuwd wat er gebeurt als je het wel haalt. Waarschijnlijk achievements, fok ik. Hebben we iets van een boekwerk wat zegt welke nummers het zijn? Nou ja, ik heb hier zo op die foto, dus heb ik inderdaad zo'n als eerste watertje en dan de vogel en dan de slang. Maar je kan hem denk ik ook niet, kan je meer een volgorde zetten? Nee, hè? Volgens het kaartje van Kim is de vogel is 6. Oh. Oh. Welk kaartje? Die je nu in je hand hebt, voor de weegschaal ook. Dat is Bianca. Oh, dat ben ik. Oh, dat ben jij. Dus de naam staat ook niet bovenop haar hoofd of zo, hè? Dat betekent dat we met de weegschaal kunnen uitdokteren wat de rest is ongeveer. Dan moet die precies hetzelfde... Oké, dus die vogel is 6. In evenwicht zijn dan natuurlijk. Haal, en ik doe het riviertje erin, dan blijft die boven staan. Dus het riviertje is lichter als... Oh. De vogel. Ja? Ja, slim Tony. Oké. Okay. Dus dan zou die... Oh, je hebt er nou 2. Oh, ja, dit 2. Is hem. Hoeveel 2. Heb je er nu? 2. Nee, hij is niet gelijk. Hij is niet gelijk. Nee? Of wel? Ja, wel. 2. Nou, probeer maar 2. Wat is het? De water. Heb je... 2. Riviertje 2. Oké. 2. En dan hebben we de... Slang? Wacht, ik ben mijn dingetje kwijt. De slang. Nee, er gebeurt niks. Er gebeurt nog steeds niks. Vier al. Oh. We moeten nog ergens... Ik denk... we moeten nog ergens eentje hebben. Probeer het. Het is sowieso meer als 4. Ja, maar als ik... Kijk, als ik deze erin gooi... 5 is te zwaar. Als ik 2 erin gooi, samen met 1, dan is het 3, is ook te zwaar.
Oh, dat is 5. Of dat is het dan weer te licht? Is het 4? Probeer 4 eens. Kijken, 4. Hey! Ja. Hey, dat is de hondenkop. Oh, wel. Ah. Die wist je waar die moest, toch? Even kijken, de hondenkop. Lessie, de intensive. De falcon head, dat is die. De jackal head moet op de maag. Dat is deze. Dan moeten we nog één zo'n kop zien te vinden. Ja, die zal hierin moeten worden. Zitten, lijkt mij. Heeft iemand kammetjes? Skulls. Wat? Kammetjes? Kijk hier. Kammetjes? We moeten nu dat ding, dat sarcofaag hieronder. Die zijn geel, die moeten rood worden. Oh, die in die sarcofaag liggen? Ja. Ja, misschien door middel van die puzzel. Maar... Ik dacht eerst al, we goed hadden die puzzel. Oh, ja, dat dacht ik ook. Die wil die zo hard terug? Kan die hier niet op trouwens, nee hè? Kan die ergens in? Nee. Lijkt pas gewoon, kan die ergens in? Hallo, who are you? Are you here? Are you close? Ja, ik wil dit zeker vaker gaan spelen, Isje, dat komt goed. Want ook al stel dat ik alle kamers heb uitgespeeld van het spel zelf, dan heb je dus ook alles van de workshop nog wat heel tof is. Er zijn zelfs lijsten online te vinden met welke kamers er aanbevolen zijn van die mensen gemaakt hebben. Wil je een muntje? En niemand heeft een boekje of zo. Nee, ik heb alleen... Ik heb wel die scrolls, heb ik, maar... Oh, we moeten even die scrolls bekijken inderdaad. Ja, ik heb hier één en ik heb er ook één. Oh, sorry. Ja, ik heb er nu een paar gepakt. Ik heb even hier kijken. Een weegschaal. Daar ligt een pop op. Zal ik even zeggen wat ik zie? Ik zie een liggende leeuw. Ik zie een vogel met een Van der Valk snuit. Ik zie een oog zonder iris. Ik zie een ondergaande zon. Ik zie... Hoe leg ik dit uit? Een vierkantje die niet helemaal gesloten is, maar waarvan een muur naar binnen staat. Ik zie een kever. Ik zie twee kammetjes. En ik zie een liggende cactus. Ik zie geen van al. Ik vind de scrolls die ik vast heb zijn echt heel gedetailleerd allemaal. Dus ik kan niet echt iets zien waarvan ik zeg van nou. Oh. Ik moet echt die toetsen. Oh, dit is, hè? Dit is een andere. Oh, wacht even. Waar is dat hart? Hier. Moet die hem niet vasthouden? Ha! Dat is wel één. Want hier, kijk, daaronder staan plaatjes. Oh, ja. Onder die... ik kom nu op het woord. Ja, een soort vleugel of zo? Ja, een vleugel achter iets. Dus dat moet hij dan in zijn rechterhand houden, denk ik. Ik heb alleen een muntje, heb ik. Nog weer een hint. Ik wil weer een hint. Nee. Oké. Jij wil je fotootje hebben, denk ik. Lingo, rode bal. En... Moet ik hem plaatsen of moet ik hem gebruiken? Oh, wacht, dit is een andere. Grapje. Use. Oeh. Oh! Oh! Karin, ik zat al de hele tijd te zoeken waar die in moest. Maar dat is een... Zal ik erin gaan? Die kammetje zit ook op de puzzel, ja. Ik zie daarachter zie ik een leeuw staan. Dus die moet misschien ingedrukt worden op die... op die kist daar. Waar en jij staat, Tony. En hier zie ik een kever. Je leeuw. En een kever. En een kever? Ja, heb ik ingedrukt. Niks. En dan misschien die. Yay! Top! Thanks, Joelle! Dan gaat hij erop. En dan doet hij... Oh, die moet even schuiven, denk ik. En nu? Oh, sorry. Waarom doet hij niet? Onze vrolijke vriend die dat hart vast heeft, moet nog iets in zijn rechterhand.
Wat lag hier? Waar? Waar ik sta, in dat gat. Wat lag daar? Zo'n kop voor hier. Die heeft Tony erop gezet. Ja. Kan je hem die eens geven aan hem? Want ik zie dat hij iets moet vast hebben wat in een vak lag. Oh, het kan ook dit vak zijn. Ik zou niet eens weten waar we eruit moeten, joh. Hey. Ik denk die grond in, maar... Ah, oh god. Hé, hey, nou hoorde ik wel, toch? Was jij nee, dat was ik. Het moet iets van goud zijn, want hij heeft ook een... Kijk, dat, zijn hand is rood en hij heeft een rood hart en die andere hand is van goud. Dus het moet iets van goud ja, zijn. Ja, een beetje... Misschien een kompas. De watten? Wijn? Kompas was het muntje... Ja, de wijn daar. Oh, wijn zou ik doen. Nee, hè? Ja, doen, lekker. Nee. Nee, die wil hij niet. Hij wil geen wijn. Nou zeg. Wat lijkt er nog meer op? Wijnen. Hoes? Het kompas moeten we bij deze gouden gevalletjes gebruiken? Oh, nou, daar lag hij toch? Oh, daar lag hij. Oké, dan is dit een hint. Of niet, Tony? Nee, de kompas lag daar, maar die gaat over die potten die hier op de grond staan. Zal ik hem ja. nog even voorlezen? Ik weet niet wat het kompas nu is. Weet ik ook niet. Ik heb hem niet. Oh, ik heb hem pas. Ik leg hem even in het midden. Zal ik even wat opruimen hier ook? Dan, ga ik, dan ga ik de brief nog één keer voorlezen. Deze kisten kan je ook niet verschuiven of zo, nee, hè? Want er zit er nog eentje eronder, maar daar kan je dus niet in. Ja, nee, dat probeerde ik daar met breekijzeren toen net op. Oké, voor mij klopt deze niet. Een baboen is een aap, toch? Ja. Nee, ik deel dit hem dan eens. Ah, nee. Kijk. Wat? Die moeten we hebben. Oh! Hey! Hey! Nou, het is maar goed dat je niet een dik rood kruis of faal zo midden in je beeldscherm ziet als de tijd voorbij is. Want voor deze kamer stond dus 15 minuten. Wij zijn volgens mij zo'n 10 minuten langer doorgegaan dan dat. Maar uiteindelijk is het gelukt, ook met de hulp van de Twitch livestream chat op dat moment. Maar dus niet binnen de tijd. Wie weet de volgende keer wel. Abonneer dus op dit kanaal en volg me dus ook op Twitch, hè, want ik ga deze game zeker vaker spelen op Twitch. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!